Nou, dan staan we nu aan de voorkant van het huis. Dat zijn de garages. Hier staat hun auto. Die staat niet binnen, waarom weet ik eigenlijk ook niet. En daar is de voorkant van het huis. In die voorste kamer daar, dat is hun slaapkamer, dat is de deur. En dan heb je daar hun woonkamer. Dat is altijd dicht. Nou, plantjes. Ze hebben wel een leuk voortuintje op zich. Met een waterbakje en daar komen elke keer vogeltjes in zitten. En tegenover hun zit een park. Nou is dat wat moeilijk te zien, maar het is een vrij groot park. En het schijnt een van de nationaal iets te zijn, dus daar wordt ook nooit meer gebouwd. Paul en ik hebben er ooit eens een slang gezien. En, en daarnaast heb je dan de buren. Dan ga ik even richting de straat. Met het pad af. Je ziet ook, je hebt hier dus geen voetgangerspad, hè, of zo. Het is gewoon straat en mensen lopen gewoon of op de straat of het gras of wat dan ook. Als je dan de ene kant op kijkt, nou ja, je ziet een auto staan, dat is niet echt goed of zo. Daar zijn de buren. Ik ga even gauw de andere kant op, want ik heb haast geen tijd meer, merk ik. En die kant, nou, ik heb nou een auto aan, die komt nu voorbij. Ik word nog net niet van mijn sokken gereden. Nou, valt mee hoor. Het is hier heel rustig, je hoort eigenlijk ook niets. Nou, die boom is heel mooi. Ik weet niet of je het kunt zien, maar er zit een hele mooie... Er zitten hele mooie rode dingen in. Dat zie je helemaal niet. Nou, ik ga me weer ophouden. Doei!